persconferentie in de afloopwedstrijd. Rode JC Groningen, eindstand 0-1, ruststand 0-1. Toeschouwers 14.221. Doelpunten 0-1 door Lovren. Gele kaarten, Meerdink, Sibum, Ramsey, Lachambre, Van Loo. Rode kaart, twee keer geel voor Ramsey. Wissels, Cornelissen voor Lovren. Aubert voor Augustin, Van Tornhout voor Sibum. Saïs voor De Vuil en Kolder voor Nefland. Het woord is aan Ron Jans. Goed, laat ik maar met het tactisch verhaal beginnen. Wij zijn begonnen met een 4-3-3 opstelling. Omdat we vonden dat Erik Nefland is de spits. Normaal is Luis Suarez de vaste tweede spits. En als die twee samen spelen, spelen we met twee spitsen. Alleen we vonden dat als we nu iemand naast Erik zouden zetten, dan zou die eigenlijk niet in zijn kracht spelen. Omdat de meeste spelers die we dan hebben wat meer aanvallende middensvelders zijn. Of mensen die van de zijkanten komen. Dus daardoor hebben we gekozen voor 4-3-3. Ik was heel benieuwd hoe Roda daarop zou reageren. En ik moet zeggen dat dat was in het begin denk ik op het veld voor de spelers ook wel wat zoeken. Want zij speelden gewoon met De Vouw eigenlijk ervoor. En misschien dat de eerste 5 minuten dat Roda nog wat aan het zoeken was. Maar ik vond dat daarna dat wij toch wel problemen hadden. Met name met Agustin die dan door het midden vaak doorkwam. En ik heb van tevoren de ploeg uitgedaagd dat je zegt van ja, dan moet je ook actie ondernemen. Dan moet je ook vanuit het verdedigingscentrum je vrije man opofferen. En Arnold Kruiswijk, dan ben jij de aangewezen man. En ik vind dat Arnold dat in de wedstrijd heel goed heeft opgepakt. En toen kregen wij tactisch in ieder geval een beetje op orde. Maar als je deze wedstrijd aan deze wedstrijd terugdenkt, dan heb je denk ik niet over tactiek. Maar dan heb je het over momenten in een wedstrijd. En wat dat betreft, dat kan ik nu wel zeggen. Want volgens mij mag je dat niet meer, kun je dat niet meer veranderen. Maar Roda heeft absoluut een goal gemaakt. En dat was bij 0-0. En dat lijkt mij een heel belangrijk moment. En die wordt niet gegeven. En ik geloof dat de jongens bij ons zelfs verbaasd waren. Want die bleven gewoon staan met de bal in de eigen 5 meter. Van hij zal wel naar het midden wijzen. Maar dat gebeurde niet. Dus we moesten wel doorvoetballen. En kwamen zelfs op 1-0. En ik vond wel in die fase dat wij er een paar keer goed uitkwamen. Dat we ook de onderkant van de lat raakten. En rust. En na rust, daar baal ik als trainer wel een beetje van. Want wij wilden de bal in de ploeg houden, vrije man vinden, vooruit verdedigen. Nou, we werden absoluut teruggedrongen tegen een Roda dat qua positiespel en baltempo gewoon ons heel ver terugdrong. Ja, alleen manco van Roda is geweest dat ze daar geen goals uit gemaakt hebben. En hoe langer het duurt, dan wordt het eigenlijk alleen maar makkelijker voor ons. En op een gegeven moment wordt het overal 1-1 en veel lange ballen. En hebben wij gewoon vandaag hele goede zaken gedaan. Want als je op vrijdag wint, dan heb je een heerlijk weekend. En dan ben ik ook zeker van plan om te gaan doen. Goed, het woord is aan Raymond Attenveld. Ja, ik denk dat het inderdaad beslist is deze wedstrijd door een arbitrale blunder. Maar goed, dat kan gebeuren. Ik denk dat wij heel goed aan de wedstrijd begonnen. Wij hadden onze eigen strijdwijze en we hadden eigenlijk niet zoveel met de tactische opzet van Groningen te maken. Wij hebben ze de wil opgelegd. Dat hebben we eigenlijk van de eerste tot de 94ste minuut gedaan. En het enige wat we de ploeg kunnen verwijten, normaal gesproken, zou zijn scoren. Maar ook dat doe je zelfs. Alleen dan schijnen ze specsavers op hun mouw niet voor niks te hebben. Dus dat is triest, want die goal heb je absoluut verdiend. Daarna kunnen wij onze ploeg alleen maar de complimenten blijven geven voor het blijven voetballen, voor het blijven doorkomen. We krijgen de tweede helft nog een schot op de paal. Ik denk dat we nog een strafschop moeten hebben met Ramsey. Maar het enige manco daarna bleek dat je voor de goal niet scherp bent. Dat is een ruim begrip, maar dat je niet op de plaatsen staat waar je moet staan. En dat de voorzetten niet met een beetje gif erin gegeven worden, zodat je dan de bal er nog in krijgt. Dat kunnen we ons wel kwalijk nemen, maar dat is het enige eigenlijk wat we vandaag hebben nagelaten. Voor de rest zijn we zeer te spreken geweest over het voetballende gedeelte, over de lef, over de durf. En dan is het zuur dat je op deze vrijdagavond naar huis gaat met 0 punten, waar je absoluut de 3 had verdiend.